welkom bij alweer de allereerste aflevering van Carnaval on Tour. Ja, en wij hebben er zin in en wij hopen jullie ook, want we zijn hier te gast bij 7 Mouwen in den Hout. En we gaan eens kijken hoe ver ze al zijn. Dames en heren, hier zijn ze weer. Wij zijn het vleesteam. Moeten nou eens horen, ik ben voor het feest geboren. Ik ga naar het café en neem mijn vrienden mee. Verrek is veel gezopen, op de kop naar huis toe lopen. De barman is de klos, alle remmen los. Je bent hier druk aan het plakken. Kan je vertellen wat jullie aan het bouwen zijn? Carnavalswagen. Wat wilde weten? Ja, wat wordt het? Want ik zie dat jullie weer een dagje naar de Efteling zijn geweest voor inspiratie. Wij bouwen dit jaar een soort van toeristenbus, een Engelse bus. En daarin staan allemaal toeristen en hebben we eigenlijk de inspiratie van het carnavalfestival gekregen dan. En die poppen komen er allemaal in te staan en die bewegen en alles. En dan hebben we hier een deze van ijzer, een grote chauffeur die hier komt uit de bus. En die maakt alle bewegingen. Ja. En een grote Amsterdamse rondvaartbootje. Dus, En ja, wij komen hier elk jaar. En elk jaar zeg ik, ja, volgend jaar gaan we kleiner bouwen. Het is weer niet gelukt, hè? Nee, het is weer niet gelukt, nee. Volgens mij zijn we nog echt groter dan vorig jaar, denk ik. Maar maakt niet uit, toch? Zolang we de tijd hebben, dan is het goed. Nee, maar... Misschien wel volgend jaar weer kleiner bouwen, ja, dat weet ik niet. Nee. Maar de trekker ombouwen, die worden naarmate de jaren alleen maar groter. Dus maar zolang we nog tijd hebben om groot te bouwen, waarom zouden we het niet doen, hè? Ja, dat is helemaal waar. En ja, jullie zijn al best wel ver. Wanneer zijn jullie begonnen? Ja, september volgens mij. In de week van de herfstkantje zijn we begonnen met bouwen. September, oktober is die richting op. Dus... Maar we hebben nog wel even de tijd, maar we hebben niet zoveel tijd meer natuurlijk, hè? Dus het is ook alweer vroeg carnaval dit jaar. En komt er veel beweging in dit jaar, in de wagen? Nou, best wel redelijk veel, want al die popjes die achter we, die gaan dit jaar allemaal draaien. En dan hebben we de grote robot weer die de grote beweging maakt. Dan hebben we de grote pop die bovenop de bus komt, die gaat ook helemaal draaien. Nou, dan deze boot. Die gaat op en neer bewegen en de kopjes gaat draaien. Dus eigenlijk zit er best wel veel beweging in de jaar, ja. Dus het is wel weer een spektakel. Dat denk ik wel, ja. Dat weet ik wel zeker trouwens. Ja. Oh, we gaan zien. 1, 2, 3. Ons Brabant.com. En wie weet, tot ziens. Het spel is gespeeld.